Dat is voor L tot XXXL. Ja, die hebben we. Oh, Jan, trek hem er vast aan dan. Ja, hoeveel kratjes kunnen jij stapelen, Janus? Hoeveel kratjes kunnen jij stapelen? Ik had er vorig jaar 24. Wil ik zien, Jan? Ik vind een beetje... Ik heb het een beetje moeilijk als je bevangt. Als hij zo omhoog gaat, als hij zo omhoog gaat, dan kom je niet ver. Ik ben op blaas, ik op de derde komt te staan. Dat weet ik wel goed. 24 stuks. Ik had vorig jaar weer gewonnen met die kratjes aan. Wessel toch niet? Wessel had iets van 27 of zo. Dat geef ik wel een nieuw. Nee, dat kan niet, 27. We hadden toen echt veel hoor. Ja, maar 27 was iets van 20 of zo. Ja, 21 kratjes hadden vorig jaar. Maar wat was jij de winnaar? Hij had er 24 gehad. Wessel deed maar vissen. Ik was de verliezer, want ik had er omheen volgens mij toen. Ja. De kratje is kapot. Ja, er zijn er wel meerdere. Vooral doorgaan. Niet uit. De volgende is er heel dus. Naar boven. Doe. Ja. Ja, een plaat tegen haar slaan. Ja, oh, alles eronderuit. Ja, helaas. We kunnen voor het record gaan, hè? Het record is nog nul, hè? Ja. Net dat het lang zal blijven, hoor. Ja, gaat goed. Ga punten scoren, jongen. Kop. En zeker hem niet te strak, hè? Dat wordt veel te makkelijk voor hem. Moet een berg touw geven dat je net de grond niet raakt. Ja, dat is in de voorklimpeur. Nee, net wel. Net wel, Johan. Nee, je moet wel heel nerveus. Ik moet wel de ouders bellen als het fout afloopt, hè. Zijn gewoon je zenuwachtig liever, joh. Ik ben wel de Sjaak daarmee. Ik doe ik wel op een penning mee. Ze geven ze 1000 euro, zijn ze gelukkig. Staat niet goed. Oeh, fuck. 8. Kan, ik kan er minstens 2 maken. Sorry, eerst gaan staan. Gestaan. En dan valt hij. Balans zoeken. Ja. Oh, dan kan ik thuis met die Bavaria kratjes. Dus ik Bavaria is klender, hè? Moeilijk. Je vleg helpt wel met mijn leven. Hij staat niet goed, hoor. Ik zal wel even rechtzetten. Dan kan ik bij mij thuis ook wel al die kratjes die er staan. Rechtkant. Gewoon met die bakken lasjoef die ik thuis op staan. Dat is het leukste, man. Nee, die gaat nog niet. Die komt verder op weg. Bij de laatste krat van de stapel opgooien. Oké, daar heb je op staan en dan moet Sebastian de dingel uitschuppen. Ja, dat hadden we vorig jaar toch gedaan? Vorig jaar was het een beetje vangen, één hand op de krat houden. Kun je een beetje je balans houden? Ah, nee, aan. Één kratje erbij, man. Nee. Nou, gewoon een kratje aan springen, een kratje erop zetten, landen. En nou omgooien. Ja, hij is wel. Ja, straks zeker. Zet hem straks. Nee, niet doen.